Het is zondag 31 januari. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Feyenoord Ajax eindigt in een gelijkspel. Auto met gewonde vrouw ramt slagboom. En oud-medewerkers Holland-Amerika-lijn voor het eerst op de Rotterdam. De klassieker tussen Feyenoord en Ajax is vanmiddag geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Beide partijen waren aan elkaar gewaagd in de Kuip. Halverwege de eerste helft kwam Feyenoord op achterstand. In de tweede helft profiteerde Wijnaldum van een misverstand in de Amsterdamse defensie en trok de stand gelijk. Feyenoord-trainer Mario Been was na afloop redelijk tevreden. Ik denk toch dat wij laten zien dat wij gewoon een heel moeilijk te verslaan team zijn. En als wij nog wat beter worden, dan gaan wij ook weer stappen maken. Maar ik kan heel tevreden zijn, met name over de instelling en de manier zoals wij gespeeld hebben. Maar misschien dat de verwachtingen na die 0-3 in Eindhoven erg hoog waren. Ja, maar dat mag en dat is de buitenwereld en dat is prima en dat vind ik ook heel goed. Maar als ik dan zie dat we 1-0 achter staan, dan kan je tegen Ajax ook in het mes lopen. En de wedstrijd gewoon al na een half uur of drie kwartier uit handen geven. Nou, dat hebben we niet gedaan. We zijn slim blijven spelen. En we hebben gelukkig de gelijkmaker gemaakt. Maar we hebben ook heel veel mogelijkheden gehad. Als we daar wat adequater mee omgaan, dan kan je ook de wedstrijd zomaar winnen. Beste man van het veld, Ron Vlaar weer vandaag. Ja, ik vond Ron Vlaar goed spelen. Ik vond het centrum goed staan. Ja, misschien ook Stefan de Vrij, die toch tegen een fantastische spits als Suarez moet spelen en zo makkelijk overeind blijft. Dus. En qua inzet en wilskracht het hele team. Ik denk dat we uiteindelijk blij moeten zijn dat nog 1-1 wordt. En daarna was het gewoon open dat we zo nog een goede kans krijgen, maar dat ook zijn de counter heel gevaarlijk worden nog. Dat we heel goed begonnen zijn aan de wedstrijd. Dat we de eerste 15 minuten denk ik gewoon de betere ploeg waren. En dat het gewoon jammer is dat we geen goal maken. En dat we het naar de goal, tegen goal kwijt zijn. En dat we tot aan de rust zeg maar overleven. En met geluk op 0-1 houden. En de tweede helft hebben we een schepje erbovenop gedaan. En dan kom je terug tot 1-1. En wat ik net al zei, daarna was het gewoon een heel open wedstrijd. Tot die 0-1 waren jullie heel erg goed, hè? Ja, dat vond ik eigenlijk ook. We speelden heel behoorlijk voetbal, denk ik. Gewoon opbouw, vrije man zoeken, tot goede aanvallen. En dat was heel positief, denk ik. Hoe kijk je terug op je eigen spel? Was erg goed vandaag, hè? Ik denk dat ik aan de bal een van mijn betere wedstrijden heb gespeeld over het algemeen. Zeker in het begin ook. Ik bleef gewoon rustig en kon een vrije man vinden. En dan ben ik daar wel tevreden over. Door het gelijke spel tegen Ajax blijft Feyenoord op de vierde op de ranglijst staan. Sparta deed slechte zaken dit weekend. In Nijmegen werd verloren van NEC. De nederlaag was vooral zuur. NEC scoorde na 3 minuten in blessuretijd. Bij Sparta maakte Milano Koenders zijn debuut als rechtsback. Sparta staat nu 15e. Over de wedstrijd Feyenoord-Ajax hebben we het al gehad. En in de eerste divisie zorgde de sneeuw van dit weekend voor de afgelasting van FC Dordrecht de Graafschap. De wedstrijd van Excelsior ging wel door. De Kralingers wonnen eenvoudig van RBC Roosendaal. Excelsior in Brabant op bezoek bij RBC. Die ploeg doet het goed in de strijd om de derde periode. Want RBC won bij Den Bosch en vernederde Dordrecht na de winterstop met 4-1. Eerste kans voor Mitchell Schet in beeld bij Feyenoord. Maar zijn bal gaat er niet in. Hier weer een kans voor Excelsior. De kopbal is van Daan Bovenberg. En Excelsior was dan ook de betere ploeg. De Kralingers komen ook op voorsprong. Art van Peppe brengt de bal voor. En uiteindelijk is het diezelfde linksback van Excelsior die met een prachtig schot de doelman van RBC verschalkt. En zo komt Excelsior bij RBC op een 1-0 voorsprong. Excelsior dat dus na de winterstop verloor met 1-0 bij Go Ahead Eagles. En vorige week was het dan wel de overwinning tegen Haarlem, maar die zal worden geschrapt omdat Haarlem uit de competitie is gehaald. Kansen voor RBC waren er ook. Hier Toet, de verdediger, overgekomen van Sparta, zijn kopbal naast het doel van Arjan van Dijk in de tweede helft. Dan beslist Excelsior het duel. Het is Alessic die de bal voor zijn voeten krijgt. 0-2 voor Excelsior. Een prachtige overwinning voor Excelsior dat toch mee blijft doen om de bovenste plaatsen. Een auto met daarin een gewonde vrouw is vanmorgen vroeg dwars door de slagboom van het Vlietland ziekenhuis in Schiedam gereden. De auto kwam vlak voor de ingang tot stilstand.
Op weg naar het ziekenhuis reed de auto al met hoge snelheid tegen het verkeer in. Ze passeerden daarbij de politie, die er meteen achteraan ging. In de auto zaten ook nog twee mannen, een Vlaardinger van 32 en een Rotterdammer van 23. Ze worden verdacht van betrokkenheid. Ze waren in het ziekenhuis zeer emotioneel en deden een onsamenhangend verhaal over de toedracht. De vrouw verkeert niet in levensgevaar en is inmiddels overgebracht naar het Erasmus MC. De politie denkt dat het incident verband houdt met een schietpartij aan de Koningin Wilhelminehaven in Vlaardingen. De zaak wordt onderzocht. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam heeft de stemwijzer voor de verkiezingen van de gemeenteraad online gezet. Abu Taleb deed dat voor aanvang van een debat van lijsttrekkers zaterdagmiddag in Rotterdam. Het beloven spannende verkiezingen te worden. PvdA en Leefbaar Rotterdam staan lijnrecht tegenover elkaar. De stad is verdeeld. Alle Rotterdamse lijsttrekkers in de hal van de bibliotheek aan de Hoogstraat in Rotterdam zijn het erover eens. Op 3 maart valt er echt wat te kiezen. Vanuit Den Haag heeft Geert Wilders zijn Rotterdamse aanhang al opgeroepen om massaal op Leefbaar Rotterdam te stemmen. Ja, dat is mooi. Kijk, dit is ons verkiezingsprogramma. Waarom is het mooi? Omdat Wilders ook in Rotterdam een grote achterban heeft. Het is wel wat anders dan Leefbaar Rotterdam. En het zou fijn zijn als deze mensen, die ook altijd voor een deel op Leefbaar hebben gestemd, als die nu op ons zouden gaan stemmen. Voor de PvdA reden de hakken extra in het zand te zetten. Samenwerking met Leefbaar is nu definitief uitgesloten. Afgelopen jaar hebben we echt een radicalisering gezien van de standpunten van Leefbaar. Ze willen de burgemeester ontslaan. Ja, en ze hebben echt hele draconische bezuinigingen op het gebied van jongeren, ouderen en kwetsbare gezinnen. Dus nee, samenwerking met Leefbaar voor de komende 4 jaar zit er echt niet in. Maar volgens de peiling is de achterban van de Partij van de Arbeid op drift. Tussen het toegestroomde publiek ook de lijsttrekker van de Moslimpartij. Wij vertegenwoordigen een stem die nu de afgelopen periode, de afgelopen jaren niet gehoord is. Gaat u voor een verdere leegloop van de Partij van de Arbeid zorgen? Het is niet mijn bedoeling om andere partijen kleiner te maken. Het is mijn bedoeling om de... Maar uw achterban zit bij de Partij van de Arbeid. Over het algemeen wel. Volgens peilingen zal een ander deel van de PvdA in maart op D66 stemmen. En de Democraten geloven niet in een strijd tussen Partij van de Arbeid en Leefbaar. Ik vind dat eerst de kiezers moeten aangeven welke partij zij de grootste willen laten worden. En misschien kan het wel zo zijn dat Leefbaar en de PvdA überhaupt niet in charge zijn om te bepalen wie aan die coalitieonderhandelingstafel komt. Zelf uw politieke voorkeur testen? Het kan nu weer op www.stemwijzer.nl. Jaren hebben ze naar dit moment uitgekeken en vandaag was het dan eindelijk zover. Oud-medewerkers van de Holland-Amerika-lijn mochten vandaag rondkijken op de Rotterdam. Het werd een emotionele reunie. De afgelopen weken zijn er al meerdere bijeenkomsten op de Rotterdam gehouden en eind december kregen de buurtbewoners van Katendrecht nog een rondleiding. Vandaag is het dan eindelijk tijd voor de mensen die dit schip jarenlang als een tweede huis hebben gehad of op een ander schip van de Holland-Amerika-lijn hebben gevaren. Stil genietend of luid enthousiast stappen de oud-hallers terug in de tijd. Ze zijn zeer te spreken over de renovatie van het schip. Ze hebben het schitterend gemaakt. Als je nou op die... Moet je eens kijken. Dat werk, dat zie je tegenwoordig niet meer. En het is allemaal origineel. In originele staat, ik vind het geweldig. Een paar jaar geleden heb ik een cruise gemaakt naar de Middellandse Zee. Toen zag ik hem leggen in Gibraltar. En dacht ik, nou, zal ik er even naartoe gaan? Toen ben ik even naartoe geweest. Maar ik mocht niet aan boord, helaas. En als je hem dan nu terug ziet? Ja, fantastisch. Het lijkt wel een nieuw schip. Op de plek waar vroeger de verblijven van officieren waren, komt een speciale groep oud-medewerkers bijeen. Stuk voor stuk hebben deze mannen en vrouwen op de Rotterdam gevaren. Hun verhaal is opgetekend in een boek dat vandaag is gepresenteerd. Ik heb de eerste 2 jaar van de Rotterdam meegemaakt. Met Beatrix aan boord. En dit is helemaal te gek, zeg maar, dat hij weer terug is. Ik heb zo ontzettend veel herinneringen aan deze boot. Die is eigenlijk altijd in mijn hart gebleven. Het enige wat ik jammer vind, alles wat met de bemanning te maken heeft, is of weg of gesloten. En het jammeren is, de mensen die alleen maar in de machinekamer hebben gewerkt, die komen niks herkenbaars tegen. Als stoken zijn, dan kon je niet overal komen. Wij mochten hier niet deze gelegenheden. Nee. Wij hadden het voorschip, het achterschip, we hadden de mesroom, we hadden een ontspanningszaal, de bar natuurlijk uiteraard. En verder kwamen wij niet. De Rotterdam gaat 15 februari officieel open. 1 ding is zeker, een grote groep oud-medewerkers zal hier vaak gaan komen. Een bijzonder transport gisterochtend in Zwijndrecht.
Bij Herema werd het grootste offshore dek ooit in Nederland gemaakt naar buiten gereden. De hal werd te klein en dus gaat de bouw buiten verder. Het gevaarte weegt 11.000 ton, is 100 meter lang en 50 meter hoog. Er hebben 1200 mensen aan meegewerkt en in totaal zijn zij er 2 miljoen uur aan bezig geweest. Het dek zal uiteindelijk in de Noorse wateren worden ingezet. En we besluiten de uitzending van vandaag met het weerbericht. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er vallen enkele winterse buien. Bij een temperatuur van rond het vriespunt is er grote kans op gladheid. Er staat een matige westenwind. Morgen is het wisselend bewolkt en vooral in de ochtend vallen er winterse buien. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog. De matige wind komt uit het westen en het wordt zo'n 4 graden. En dinsdag is het bewolkt met perioden van regen en het wordt maximaal 5 graden. Woensdag en donderdag wordt het droger en dan ligt de maximumtemperatuur op 4 graden. 'S Nachts kan het een graadje vriezen. En dit was Rijnmond Nieuws van zondag 31 januari. Ik wens u en natuurlijk onze jarige koningin verder nog een hele fijne dag toe. En graag tot morgen.